Samen met Yuzo ben ik naar Korea gereisd. Naar een voorstad van Seoul. Het is voor Yuzo de tweede keer dat hij terug is in zijn geboorteland. Ik ben 2005 terug geweest in Korea. Naar een weeshuis waar ik ben opgegroeid. Het weeshuis bestaat niet meer. Toen wel in 2005? Toen wel, ja. Want je was niet heel jong toen je daar was. Ik was rond 9 jaar ben ik daar weggebracht. Door wie ben je weggebracht? Door mijn vader. Hij stond aan de gangkant, zeg maar, en ik aan de kamer. Zeg. Hij stond hier en jij stond vanaf de plek waar de foto is genomen. Ja. En daar bogen wij naar elkaar, zo Koreaans. In ieder geval mijn leven daar. Ik heb altijd gedacht dat je vader ook terug zou komen. Maar Yuzo ziet zijn vader nooit meer. Ondertussen weet de biologische moeder van Yuzo van niets. Zijn moeder denkt dat Yuzo bij zijn Koreaanse vader opgroeit. In werkelijkheid is haar zoon op het vliegtuig gezet naar zijn Nederlandse adoptieouders. Ja, ik had heel fijn mee. Maar dat liet ik niet zien. Nee? Nee. En ja, uit zeg maar, dat doe je toch wel. Maar voornamelijk probeerde ik het wel echt te doen als ik alleen was. Ik was echt bezig om het beste kans om het laten zien dat ik een braaf jongetje ben. Dat ik graag... Naar je ouders toe ook. Ja, dat ik graag wil. Toch dat gevoel van anders word ik weggestuurd. Anders word ik weggestuurd. Ja. We hebben onze correspondent Mr. Yu gevraagd om de biologische moeder van Yuzo op te sporen. De biologische moeder van Yuzo is ziek. Ze heeft een hartkwaal, een longembolie en is aan haar hoofd geopereerd. Ik ging daar niet meer los. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer. En juist daarom wil de moeder van Yuzo haar verhaal graag vertellen. Ze leerde zijn vader via via kennen. 25인가 27살 사이가 지는데 뭐가 좋겠어요. 끌고 나가서 질질 끌고 다니고 그런 고생을 했는데 그래 차라리 그런 사람한테 가서 밥은 새끼 먹겠지. De moeder van Yuzo zit in een weinig rooskleurige situatie. 연결시켜줘가지고 그렇게 만났는데 그런 인간 만날 줄 누가 알았어요. 아버지가 때렸다면 뭐 형제들 싸우거나 뭐 이럴 때 훈육 차원에서 그런 거지. 제가 아는 저기로는 그 정수 엄마도 그 송영희 씨도 남자 문제가 여러 가지로 복잡했었어요. 정말. De vader van Yuzo is al jaren geleden overleden. Maar om ook zijn kant van het verhaal te horen, spreken we met een van de kinderen die hij eerder kreeg met zijn vorige vrouw. Zij heeft andere herinneringen. 잘 사르셨는데 아버지가. 정수 엄마가 몇 번째일 텐데. 때는 내가 조금씩 남들 얘기를 들으니까 이러면 안 되겠더라고요. 두 사람하고 사는 나는 평생 매를 맞고 살아야 되니까. 이제 일부러 내가 남자가 생겼다 그런 거예요. 이제 그 말이 이제 토막내서 죽인다 막 나와가지고 그런 소리까지 했으니까. 그래가지고 나와가지고 몇 번을 이 쌍년아 개 같은 년아 막 이러면 너 아주 죽여버린다 그러면서 막 몇 번을 그랬었어요. 근데 얘 개새끼야 내가. 넌 사람 새끼 아니야 이 쌍놈아 내가. 가서 정수한테 상처 주지 말라고 내가 그랬더니 야 이년아 내 새끼야. 그러면서 제가 그렇게 몇 번 전화 오고서는 그 다음에 전화 안 왔어요. De moeder van Yuzo gaat terug naar haar ouderlijk huis. Met haar twee zoontjes trekt ze in bij haar moeder, de oma van haar kinderen. Dit is de plek waar je gewoond hebt met je moeder en je oma. Wauw, echt helemaal stilgang. Ja, het valt echt wel die puzzelstukken hier bij elkaar zo. Eens meer kan ik mijn moeder gewoon niet zo goed herinneren. Ze was veel aan het werk of zo, denk ik. Vind je het gek dat je zo weinig herinneringen hebt aan je moeder? Vind ik heel gek. Ja, vind ik heel gek. En ik had mijn oma die dan wel wat meer in de buurt was. Want daar had ik geen goede relatie mee. In mijn herinnering. Ze was heel erg afgewezen door haar. Ze moest ook heel veel taken doen. Vieze kleren wassen. Mijn oma. Ja, kind wil je spelen.
dat soort dingetjes doen. Ze deed allerlei... Ze was heel fysiek agressief. Dus het geslagen, zeg maar. 집에서 이제 술을 좋아했어요. 친정 엄마가 그러니까 이제 한 번 먹었다면 아침까지예요. 엄마가 지루한 사람이에요. 항상 엄마는 이제 또 큰 애가 이쁜 거예요. 얘는 아니 그냥 또 해가서 이 새끼. 그럼 걔가 그냥 아주 밥이에요. 밥. 그러니까 그냥 그렇게 말리면은 이 쌍년아. 너 저 애비 새끼한테 맞은 거 생각해보라 그러면서 근데 엄마가 왜 그러냐고 맞은 건 내가 맞았는데 응? 끄댕물이라고 잡아당기고 막 그런다고 그러면 정수 막 도망가게 만들고 그건 내가 맞는 거죠 뭐. Op een dag komt er onverwachts een einde aan de tyrannie van oma. 술병을 깨버린 거예요 동생이요 그때 21살인가 우리 남동생이 그랬는데 그게 이제 화가 나가지고 엄마가 농약을 사놨던가 농약 먹고 We liepen naar binnen, hoorden allemaal mensen gillen, schreeuwen in de woonkamer. En daar lag mijn oma. En ze keek me heel erg aan, weet ik nog. En kort daarna was het over. Toen was ze overleden. Zo'n 비극으로 간 거죠. 자기 성격에 못 이겨서 간 거예요. 그렇게 성격이 그래요. Het zijn deze herinneringen die Yuzo er lang van weerhouden om contact te zoeken met zijn biologische moeder. Wanneer hij in 2005 naar Korea reist, gaat hij daarom alleen op zoek naar zijn vader. Maar helaas kreeg ik te horen dat hij is overleden. En hoe was dat? Was echt, voor mij was het heel intens, heel erg heftig. Omdat mijn hele leven eigenlijk daar mijn groot doel was om hem te vinden. Yuzo weet nog dat hij na de dood van zijn oma bij de familie van zijn vader terechtkomt. Maar hij heeft geen idee van het hoe en waarom. Ik ben niet iemand die het heel erg heeft gekregen. Naarom, 제가 생각하는 적엔 저희보다 사랑을 더 받았지. 무릎에도 안 치고 글쎄 손녀딸은 앞에서 그냥 밥 먹고 있고 생선 발라서 먹이면서. Toch is het juist zijn vader die Yuzo, als hij bijna 10 jaar is, naar het kinderthuis brengt en hem laat adopteren. 아침마당이라는 프로그램이 있어요 KBS에서. 그런 거 이제 나올 때 갑자기 정수야를 일부러 나 죽기 전에 만나긴 할 수 있는 거냐 그런 거. In 2005 was je nog niet helemaal eruit of je je moeder wilde ontmoeten. Wanneer kwam het moment wel dat je dacht van ik wil dat heel graag? Het is toch mijn moeder. Ik kom toch uit haar buik. En ik zelf de vader ben en mijn vrouw twee kinderen op de wereld gezet. En ik denk, ik kan niet zomaar een kind zomaar afstaan. Dus ik zou toch graag meer willen weten waar achter zit. Voor het eerst hoort Yuzo zijn moeder vertellen over de mishandelingen en over de dood van zijn oma. 아버지가 금원양이니까 허구한 날 내 자식 때리고 폭행하고 그러니까 걔가 미운 거예요. 그래서 술 먹으면 걔를 때린 거야. 야, 정말. 야, 그 진짜. 야, het is allemaal waar. Dus gewoon echt mijn herinneringen. Ik heb dat echt allemaal gevoeld, gezien. Het is echt heel heftig. Ja, het is echt. Wauw, ik kan je voorstellen dat ik een jongetje van zo'n kwetsbaar jongetje eigenlijk. Ook fysiek was een, ja, wel te zien, ook een heel klein, mager mannetje. Ja, dat allemaal, ik ga soms ook niet helemaal, dat allemaal kunnen verdragen. Volgens zijn moeder zat Yuzo's vader een poosje in de gevangenis vanwege fraude. Daar had ik het hele telkens gaan gooien. Jeetje. Ik heb ook zo gehoord dat mijn vader in gevangenis was. Toen ik hem terug zag, had zijn haar helemaal kort geschoren. Ja, dat zijn mijn herinneringen nu. Die komen nu boven? Ja. Ja. Ja, ik denk niet dat hij een hele brave man was. Toen ik hem kreeg, ging hij naar de kutus en ging hij naar de kutus. Dat was het einde. Dat was het einde. Dat was het einde. Dat was het einde. 없을 저는 그래서 차 타고 가다가요 우리 정수 같은 내가 버스 보이면은 정수다 그러고 내가 쫓아간 적도 있었어요 한국에 있을 거라고 생각을 했어요 거기서 사는 게 훨씬 전 그렇게 생각해요 행복하다고 행복할 거라고 생각해요
알아? 알아, 이제 알아. 알람이요.